Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe Eredivisie voorspellen. Het is weer tijd, we gaan gewoon weer een jaar door met Eredivisie voorspellen. Ik ga er gewoon weer tijd voor maken om elke week voor jullie een mooie aflevering te maken. Voor de mensen die nieuw zijn, dit is denk ik al het 7e, 8e seizoen of zo dat we Eredivisie voorspellen doen. In Eredivisie voorspellen kan jij samen met heel veel andere mensen die van de Eredivisie houden de wedstrijden gaan voorspellen. En dan heb je elke aflevering een soort ranglijst. En die houden we bij in een soort Excel-bestand die je altijd kan inzien. De top 8 wordt altijd laten zien in de video. En eigenlijk is het gewoon for a good time. Er zitten niet echt prijzen aan verbonden. Het is gewoon leuk om mee te doen. Vind ik in ieder geval zelf en heel veel andere mensen met mij ook. Ik zal eerst even uitleggen hoe het werkt. Je krijgt eigenlijk elke aflevering alle wedstrijden die we gaan voorspellen te zien. Dat zijn sowieso de speelronden van de Eredivisie. De Europese wedstrijden die de Nederlandse ploegen allemaal spelen, die gaan we ook voorspellen. En andere wedstrijden zoals KNVB-beker en Johan Cruijffschaal bijvoorbeeld, zoals in deze eerste aflevering, die gaan we natuurlijk ook doen. Verder, je krijgt voor elk wedstrijd die je helemaal goed hebt voorspeld, krijg je 3 punten. Voor de juiste winnaar of het juist voorspellen van een gelijkspel krijg je 1 punt. En als je het niet goed hebt, krijg je 0 punten. Die punten die tel ik allemaal bij elkaar op, zet ik in een Excel-bestand. En zo krijg je dus een ranglijst en die wordt dan elke week doorgenomen. En doen meestal heel veel mensen mee. Je gaat ook zien dat als je niet in de top 8 zit, dat je dan niet in de video zit. Maar je kan altijd wel de volledige stand bekijken in de beschrijving. En wat natuurlijk ook interessant is om te weten, dat er elke week een weekwinnaar is. Dus eigenlijk degene die de meeste punten die week haalt, die krijgt ook een plekje in de aflevering. Dus mocht je nou later aanschuiven of mocht het nou zo zijn dat jij niet in die top 8 zit, maar wel een hele goede speelronde heb gehad, krijg je toch een klein beetje je shine. Verder is het alleen voor de leuk. Natuurlijk is er ook onze Discord of mijn Discord. Die kan je vinden in de beschrijving. Daar hebben we een kopje voetbalpraat. In dat kopje zitten heel veel mensen die meedoen aan de Eredivisie voorspellen. Om met allemaal andere fans van voetbal te praten met elkaar over voetbal. Niet alleen Eredivisie, maar alle voetbal komt daar langs. Het is eigenlijk gewoon hartstikke leuk. Het is een soort kleine community die we aan het opbouwen zijn. En dit is inmiddels al het 7e, 8e jaar. Ik weet het echt niet uit mijn hoofd. Maar zoiets. Laten we gaan kijken naar de eerste wedstrijd die we gaan voorspellen voor een nieuw seizoen Eredivisie voorspellen. Wij voorspellen de Johan Cruijffschaal wedstrijd. Het is namelijk PSV tegen Feyenoord, de winnaar van de Eredivisie van vorig jaar tegen de bekerwinnaar van vorig jaar. En natuurlijk de eerste speelronde. Wat gaat tussen twee promovendi, FC Groningen tegen NAC Breda, dan Feyenoord tegen Willem II. NEC tegen FC Twente, Almere City ontvangt AZ en PSV moet het opnemen tegen RKC. En op zondag sluiten we af met Sparta Heracles, FC Utrecht PEC Zwolle, Go Ahead Eagles tegen Fortuna en Ajax tegen Heerenveen. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is. Mocht je nieuw zijn, zet er eventjes bij voor welke club je bent. Vind ik altijd leuk om te weten. En zien we graag de volgende keer weer. Adios, amigos!